Opnieuw zorgen groepen jongeren voor flinke overlast in sommige buurten van Beverwijk en Heemskerk. Sinds wanneer is dit weer aan de gang? Nou, het speelt eigenlijk al wel weer een poosje. Niet alleen vuurwerkmeldingen, maar ook andere zaken spelen een beetje. En dat is ook de reden geweest waarom we gezegd hebben van ondanks nog de coronamaatregelen gaan we toch weer aan de gang. Is het ooit gestopt? Het is ooit een stuk rustiger geweest. En met nadruk op de wijk Oosterwijk. Alleen toen kwamen de coronamaatregelen en daardoor werden we gedwongen om te stoppen. En met als gevolg dat de onrust weer opwaaide. En in welke buurten of delen van Beverwijk en Heemskerk speelt zich dit voornamelijk af? Oosterwijk is helaas een van de wijken. Voor de rest constateren we dat op diverse locaties in Beverwijk onrust is. Maar dat geldt net zo goed voor Heemskerk. En dan Heemskerk, zeker als hotspot zou je kunnen zeggen, het Heidenplein, omgeving Jumbo. Hoe kan het dat deze wijken speciaal voor overlast zorgen? Ja, hoe kan het? Dat is net zo'n goede vraag als van hoe los je het op? Ik kan er geen goed antwoord op geven. Alleen, we proberen er van alles aan te doen om weer de rust en de veiligheid terug te laten keren. En wat voor overlast veroorzaken deze jongeren? Nou, op dit moment is het met name vuurwerk wat we horen. Het aparte daarvan is, en dat maakt het wel weer een beetje bijzonder in onze ogen, dat het steeds vroeger in het jaar plaatsvindt. Vorig jaar begon het feest met knallen ergens begin november en werd het in december soms gevaarlijk. En nu heb je al af en toe gewoon trotielploffen en dat soort dingen die gewoon risicovol zijn. Ja, met deze coronamaatregelen mogen jullie met niet meer dan 4 personen op straat lopen? Dat is niet helemaal correct. Wij vallen onder een organisatie en dan kun je, als je rekening houdt met de afstand, kun je dus met meer mensen de straat op. Ja, want vanavond krijgen we te horen dat we net met niet meer dan 2 personen op straat mogen lopen. Ja, daar hangt voor ons ook heel veel van af natuurlijk. Want maatregelen zijn er om in dit geval om na te leven zeker. En krijgen jullie ook deze keer weer ondersteuning van de politie en van de gemeente? We zijn bijvoorbeeld afgelopen zaterdag op pad geweest. Daar hebben we ondersteuning gehad van zowel politie als de handhaving. Dat zal niet altijd zo zijn, maar vaak ook wel. Dus jullie zijn ondertussen al gestart? We zijn al bezig, ja. En hebben jullie genoeg vrijwilligers? Nee, we zullen er nooit genoeg hebben, denk ik. Wij willen streven naar actief zijn in beide plaatsen op diverse locaties. En dan ga je toch richting meerdere tientallen vrijwilligers die je echt nodig hebt. Hoeveel heb je er precies nodig om goed te kunnen functioneren? Wil ik echt efficiënt en daadkrachtig op kunnen treden, dan ga je richting de 100 à 120 vrijwilligers. En degene die zegt van nou, ik wil wel meedoen hè, met dit burgersurveillance project, waar kunnen die zich aanmelden? Die kunnen zich aanmelden via info. burgerparticipatie-eimond.nl. En natuurlijk kunnen ze ook naar de website gaan, dan kunnen ze alle informatie vinden. En dat is dan burgerparticipatie-eimond.nl. En wat kunnen zij precies verwachten? Als ze als vrijwilliger bij ons komen, gaan we regelmatig op pad. Gezond, het is geweldloos, het is niet gevaarlijk. En het leuke ervan, het is hartstikke gezellig met een leuke club mensen. En krijgen zij ook nog een training? Uiteraard krijg je training, uitleg en aldoende leer je best wel veel bij. Het is treurig dat het tegenwoordig normaal is, hè, dat er overlast wordt veroorzaakt door groepen van bepaalde jongeren. Dus ik hoop dat zich voldoende vrijwilligers aanmelden en dat jullie kunnen zorgen dat deze overlast weer gaat stoppen. Dat hoop ik ook.